Precies goed hier met Mulling en KJ Ruijs. Die is sprong dat we waren en durft hij daar zijn wieltje raken. En gelukkig ging dat helemaal goed. Die twee zijn los van de nummers 3. Want de nummer 3 is de 134 van Wessel de Visser. Die de aanval moet gaan zetten. Die gaan we dan meenemen op 4. Die belangrijke vierde plek. Want die gaat plaatsmaken voor de finale. Dat is ook een man van de wiels. Dat is dan denk ik Wessel de Visser. Of zou dat zomaar Colin van Zutphen kunnen zijn? We gaan kijken wat is er dichterbij zijn. Dat is de 7-11 plaats van Colin van Zutphen. Op dit moment op de vierde plek. Gaat hij dit vasthouden? Ja, goed, ik maak er wel wat anders worden met de 910. Links is er in ieder geval voor thuis. Hij gaat zich plaatsen. De nummers 4 en 5 is weer aan de jury om dit te bepalen. Op de klasse 10-11 jaar gaan we kijken naar Fries van Heijden. Hij gaat hier vooraan de strijd nemen met Jaap Rikkers. En wie zit daar nog meer bij? Ik denk Rick Weeland zit daarbij. En dan zien we een dame voorbij komen. Nieuwe kamp, dat zijn de nummers 1, 2, 3 en 4 die zich lijken te gaan plaatsen voor die finale. Lijkt het over te zijn voor Van Boksel, voor Bechtel en voor de man van de Hoekers. En dat is Hoeka Verhagen.